En binnen in onze tent wordt nu ook warm. Daag. Daag. Goedemiddag, we zijn nu in Oudet aangekomen. Vanmorgen een lekkere tocht erop, zitten met veel klimmingen. En dat zullen we vanmiddag ook wel weer hebben. We zitten nu op ongeveer zo'n 240 kilometertjes richting Italië. Dus we hebben nog aardig wat te gaan. Maar vanmiddag hebben we ook nog wat te doen. Vanmiddag nog 75 kilometer ook weer. En dan stoppen we in Bretagne. Dat is dan Luxemburg of België. Daar zijn we eigenlijk niet over uit waar het eigenlijk precies is. Het zal ergens op de grens. Ja, en dan gaan kijken of die camping daar terecht kunnen. Maar dat gaat vast lukken. En of dat ze ook mee willen doen aan de stichting natuurlijk. Uiteraard. Allemaal voor het kosteloos. Natuurlijk. Kosteloos overnachten en vooral douchen ook. Dat is nog belangrijk. Precies. En stroom. En stroom en wifi. Maar we gaan het gewoon redden. En we gaan er weer vol tegenaan. Zeker, nou, de fiets even pakken. Chris heeft het heel moeilijk. Maar zodra ik dan naar onder ga, dan... We hebben ook weer van alle kanten bekeken. We worden van alle kanten bekeken. Nou, Nelis, nog jij. Niels, die springt nu zo in de water. Het is koud. Ja, nu gaan we douchen. Laten we één ding niet vergeten.
We zijn er wel. Ja, inderdaad. Dat doet niet bij de ander. Dan gaan we. Nou, aan het einde gekomen van deze mooie dag, lekkere douchebeurt en zwempartij met baby Chris. Precies, ja, hoort erbij. Staan ja. We, ja, staan het is hier vakantie. Op de camping. Op de camping, ja. Hele aardige mensen. Maar voor de rest is het heel leuk hier. We hebben vandaag van grazen naar Bretonje gefietst. Ja. Het totaal is dat 115 kilometer. Ja, nee, 125 kilometer, denk ik. Ja, zo ongeveer. Nou, we hebben een hele mooie rit gehad. Ja, de rit was heerlijk. Veel beklimmingen gehad. We zijn natuurlijk door de Ardennen heen gekomen. Dus ja, dan weet je het wel. Persoonlijk vond ik het erg zwaar. Niels en Ben die trokken het wat makkelijker. Maar die spieren die komen er ook wel. En we gaan natuurlijk gewoon vrolijk door. Nou ja, morgen. Ja, morgen hopen we richting Aumetz te rijden. Ja, Thionville, van Bretonje naar Thionville, 110 kilometer. Weer even 10 kilometer af, wel weer heel veel klimmen en dalen. En dat komt doordat we Luxemburg doorgaan. Ja, dat is het derde land dan. Derde land wat we gaan aan. Nederland, België en Luxemburg. En dat laten we morgen en weer allemaal hier zien. Ja, aankomen in Frankrijk. Ja. En deel onze filmpjes op Facebook. En geef natuurlijk een duimpje omhoog. Likes en zo. We doen het niet voor niks. Nee, en doneren kan nog steeds. Kijk maar op onze website en onze Facebookpagina. Weet vast wel hoe je ons kan vinden. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.